allemaal, mijn naam is Aja Razad en namens FXFlat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag wederom samen met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse van een aandeel. En we nemen hierbij ook een kijkje op het Trader Workstation beleggingsportaal van FXFlat. Zoals gebruikelijk gaan we even kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in het webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Nou, dan gaan we door naar FXFlat. Dit is vrij eenvoudig. We zijn al meer dan 25 jaar actief als de toonaangevende broker met onder meer een topbeoordeelde klantenservice. Ik hoor mij trouwens op dit moment wel dubbel, Tom. Oh, dan moet ik daar wat op doen. Moment. Ja. Dan wachten we even. Kijk hoe het zo is het beter is. Nu hoor ik hem zelf niet meer. Nee, oké, prima. Nou, dan kan ik wat dat betreft, hoor ik mezelf nu in ieder geval prima. Kunnen we verder gaan. Nou, zoals aangegeven, al meer dan 25 jaar actief als toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua beleggingsrekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de MetaTrader tradingrekening en andermaal de Trader Workstation beleggingsrekening. Kijken we kort naar de MetaTrader traderrekening en bij wel een handelsplatform. Hiermee kunt u dus daghandelen, oftewel daytraden, in vrijwel alle mogelijke derivaten in CFD-vorm. En dat kan dus met €0 transactiekosten. U betaalt dus 0% commissies over de trade. Voor de rest is de tradingrekening volledig gratis en kosteloos en heeft u €0 beheerkosten. En ook geen inactiviteitsfees of dergelijke. Nou. Lijkt u zo'n tradingrekening interessant, dan is die heel gemakkelijk online aan te vragen via de fxflat.nl website. Wat verder vrij uitzonderlijk is en waar we ook heel erg trots op zijn bij FXFlat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst €1 miljoen voor de MetaTrader tradingrekeningen. Afsluitend hebben we ook nog de demo tradingrekening en hiermee kunt u dus 30 dagen lang gratis en vrijblijvend van alles uitproberen en testen op het MetaTrader handelsplatform. Met oefengeld en ook nog eens met real-time koersen. Nou, dan gaan we naar de Trader Workstation beleggingsrekening, waar we dus vandaag ook samen met Tom een kijkje nemen op het online beleggingsrekeningportaal. En met deze rekening kunt u dus wereldwijd beleggen op vrijwel alle beurzen, op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Uiteraard zijn hierbij ook alle mogelijke effecten te beleggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf €1,90. Maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen, die zijn al te beleggen vanaf $0,01 per stuk. Ook voor deze beleggingsrekening geldt dat u geen beheerkosten heeft. En lijkt u zo'n Trader Workstation beleggingsrekening interessant, dan is die uiteraard ook heel gemakkelijk online aan te vragen via de fxflat.nl website. Wilt u verder nog eventueel de overstap maken van uw huidige broker naar FXFlat, dan bieden we daarvoor de depotoverdracht aan. En als een van de weinige online brokers bieden we verder nog de mogelijkheid aan tot een zakelijke beleggingsrekening. Dus heeft u bijvoorbeeld een BV of een eenmanszaak en wilt u daarmee gaan beleggen, dan kunt u daarvoor uiteraard ook bij ons terecht. Afsluitend hebben we hierbij ook wederom de demo beleggingsrekening. En die hebben we dus in twee varianten. Die hebben we eenmaal de Trader Workstation demo rekening, die dus aan te vragen is via de FXFlat website. En anderzijds hebben we de paper trading demo rekening, die hetzelfde uitziet als het online beleggingsrekeningportaal, waar Tom zo meteen ook een kijkje opneemt. En die krijgt u voor alle duidelijkheid dus bij het openen van een live beleggingsrekening. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, laat ze gerust achter. Dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Vandaag een interessante analyse over het aandeel Stride. Ik ben heel erg benieuwd, dus laten we beginnen. Ja, dankjewel. Ja, even geen beeld. Ik zit op een tijdelijke locatie, slecht internet. Als ik nu het beeld erbij doe, dan ben ik bang dat de verbinding heel erg slecht wordt. Dus vandaar dat ik het even zonder moet doen. Dat is wel jammer, want ik heb een lekker vuurtje op de achtergrond. Misschien heb je dat net nog even gezien toen we begonnen. Maar ik hoorde al direct dat de verbinding wegviel, dus dat gaat niet werken. Ik ga het hebben over het bedrijf Stride. Dat is een bedrijf wat learning experience, online learning doet. Heeft natuurlijk een ongelooflijke boost gehad met de coronatijd. En bij heel veel bedrijven zag je daarna dat er een dip kwam. Want ja, mensen gingen weer gewoon naar school en gingen weer naar het werk. Dat was ook hun angst. Maar die angst bleek ongegrond te zijn bij dit bedrijf. En ja, dat gaat eigenlijk heel goed. En vorige week was dit bedrijf een van de grootste stijgers. Ik dacht op woensdag, maar het kan ook donderdag zijn geweest. Dus dit bedrijf is ineens in beeld. En dat is wel mooi. En ik ga even hier naar Stride, naar hun eigen presentatie. En dan heb je de Safe Harbor en alles. Ze hebben een record eerste kwartaal. En dan loopt hun eerste kwartaal loopt anders dan het kalenderjaar. Dus dat moet je even weten. Maar ze hebben dus een nieuw record gehaald. Ondanks dus dat het al eventjes geweest is. En de coronatijd winst weg is gerold. Ze verwachten eigenlijk dat het heel goed gaat. En als we dan verder kijken, dan zie je gewoon de constante stijging hier. Met een mogelijke versnelling. Ja, ook hier, je ziet dat het gaat steeds beter met ze. Dus dat ziet er gewoon goed uit. En dat doen ze dan ook hartstikke mooi. En ze hebben een guidance voor het tweede kwartaal 2024. Dat is dus het huidige kwartaal voor hun. En dan zie je dat dat ook verder oploopt. En dat ziet er gewoon netjes uit. Dat moet gewoon gezegd worden. Nou, dan ga ik even hier uit. Even kijken hoe ik dat doe. Oh, zo denk ik. Daar zijn we dan. Dan gaan we even, moet ik dit even verplaatsen, want dat doe ik maar even daarheen. Dan gaan we naar Yahoo. Ik hoop dat hij nu zichtbaar is. Het bedrijf is 2,4 miljard waard. En dan denk je, ja, dat is bijna niks. Nee, dat klopt, het is geen groot bedrijf. Koerswinstverhouding is 15 en ze hebben geen dividend. Maar als je dan ziet ex-dividend, maar ze hebben wel dus 18%. Dus dat is eventjes raar, geen ex-dividend deed. Wel forward dividend. We gaan er eventjes naar kijken hoe dat eruit ziet. Maar we gaan eerst even hier. We zien hier de waarde met de trailing koerswinstverhouding 15 en volgend jaar 14. Pegratio 0,7. Koopwaardig, heel koopwaardig. Dat ziet er goed uit. Dan de profitability 8%. Niet overdreven veel. Operating margin 5%. Return on asset 7%. En return equity 17. Het zijn geen cijfers waar je zegt van wauw, dit knalt er echt uit. Maar het is niet slecht. Omzet bijna 2 miljard. En die omzet groeit 47%. Dat is gigantisch. Je ziet ook echter een short positie van 12,38. Dat is interessant, want we hebben net een flinke stijging gezien. Ik dacht 16% vorige week. Dus die shorters die beginnen hem te knijpen. Daar kan dus ook zijn dat je een short squeeze ziet of hebt gezien. Gaan we zo verder naar kijken. De quarterly earnings growth 114%. Nou, alsjeblieft. Dan 466 miljoen in het rood, 386 in kas. Dat ziet er mooi uit. En 146 vrije cashflow. Ook dat is mooi. Dan heb je het forward dividend yield 18%, maar payout ratio 0. Dus dat dividend, dat moet dan gaan komen. Want het is er blijkbaar nog niet. Dus dat is even iets om zo in de grafiek te gaan kijken. Maar daar wil ik nu nog niet heen. Want, en ik doe dit een beetje live. Moet ik eerlijk dat ik de zaak zeggen. We gaan eens even kijken. Live, het is natuurlijk live. Maar ook live vaak hier onderzoek. Maar ik wist dat het gaat om het goed voor te beschouwen. Guard, State Street. Ze zijn er. En met meer dan gemiddeld. Dus deze bedrijven zijn hier ook weg van. En dan hoor ik hier het management. Sale op 50. Sale op 40, sale op 40. Dat is niet zo best. Dus het management is aan het verkopen. En de hedge funds hebben heel veel in bezit. Dus dat is een vreemde zaak eigenlijk. Analisten zijn er 5. Hoe ziet dat uit? 309 is 321 geworden. 375, 372. Dus voor volgend jaar een kleine verslechtering. Voor dit jaar een verbetering. Ook dat is mooi. Dus ik ben helemaal niet ontevreden zoals dat er hieruit ziet. Dan de financials. Nou, we hebben natuurlijk 2020 naar 2021 was die enorme stijging vanwege corona. Toen is hun omzet met 50% gestegen. En we zien, de omzet is gewoon doorgegaan met stijgen. Dat is heel mooi. Nou, ook de kosten liepen iets op, maar ja, dat valt ook zat mee. Dus ze zijn daar goed mee bezig. En ja, daar kan ik niet anders dan tevreden over zijn. Dan de chart. Daar komt hij. En dan wil ik vooral even weten, 5 jaar of langer. En dus even zien waar we zijn. 5, dat is 5 jaar. Vervolgens ging het, zien we de coronapiek. Toen ging het heel goed met het bedrijf. Heel slecht, want ja, men had door, de hype was over. Dan, die is hoger als in die coronapiek. Dus dit is een heel degelijke stijging die soms eigenlijk ondersteunt. Dat is allemaal helemaal niet zo'n slechte zaak. Dan gaan we voor de kortere termijn, als we dan de 1 jaar gaan, dan zie je dus die sprong omhoog. Die zie je hier. En eigenlijk een degelijke zaak. Hier die sprong omhoog. En dit is misschien best een interessant bedrijf. Als het, en dat moet ik er wel bij zeggen, als het jouw sector is. Het moet natuurlijk wel iets zijn waarvan je zegt van ja, wil ik daarin beleggen? Is dit voor mij een onderdeel of een sector waar ik iets in geloof of iets in zie? Voor mij, dit is niet de sector waar ik zelf in beleg. Ik heb de aandelen dan ook niet. Maar daarmee hoeft het geen slecht aandeel te zijn. Want ik kies zelf bewust voor een aantal sectoren waar ik in beleg. En ik laat dan de rest zitten. Want anders dan heb ik te veel waar ik constant op moet letten. Dan moet ik alle sectoren in de gaten houden of ik daar nog wel in wil zitten. En ik heb het eerlijk gezegd druk zat met waar ik al mee bezig ben. Dus dat doe ik dan niet. Voor het webinar heb ik natuurlijk wel af en toe gewoon aandelen nodig die ik wil bespreken. En ik kijk dan inderdaad ook wel eens naar gewoon zoals nu. Wat zijn de grote stijgers geweest? Normaal gesproken is een bedrijf van een 2, 3 miljard voor Amerikaanse begrippen niet interessant. Die krijgt zijn plekje in de zon niet. Dit bedrijf dus wel. En ik denk dat dat niet onterecht is. Dit ziet er gewoon heel degelijk uit. En ja, dan zou je dus als je een degelijke belegger bent, maar je wil niet in de allergrootste bedrijven beleggen, dan zou je dit kunnen overwegen. Want ja, fundamenteel ziet het goed uit. Het is met interesse van de grote hedgefunds. Het is in beeld geweest. En je hebt de kans op die short squeeze als dit verder omhoog gaat. Dus dan denk ik van nou, daar zit een kans in. Daar heb ik niet gekeken. Gaan we het nu even doen. Wat de analisten voor koersdoel hebben, daar had ik niet eens naar gekeken. Ja, die is eigenlijk al bereikt. Dus daar zit geen extra winst in. Voor analisten was het van ja, dit is het. En dan wil ik nog even kijken bij de chart hoe het zit met de dividend. En dan moeten we even kijken of die nog wil komen. Waarom wil hij het niet? Nee, oh, daar is hij. Daar komt hij al aan. Het duurt allemaal wat langer hier. Nee, er is nog geen dividend uitgekeerd. Dat zou dan moeten gaan komen. Dat zou mogelijk in het kwartaalverslag misschien staan dat ze dividend gaan uitkeren. Maar daar heb ik niet een onderzoek naar gedaan. Dat weet ik dus niet. Maar ik sta te kijken van het feit dat er dus eigenlijk wordt gezegd, ja, we hebben een 18% forward dividend yield. Maar dan betekent dat er dan een dividend uitgekeerd moet gaan worden. En nou, mogelijk is daar al een persbericht van uitgegaan, maar dat heb ik in ieder geval nog niet gezien. Even kijken of het hier nog bij staat. Nou, hier zie je wel, hè, 5 dagen geleden, dat mogelijk wel 44% boven, onder hun intrinsieke waarde eigenlijk is gewaardeerd, dit aandeel. En, ja, ik denk, oh, het was woensdag trouwens, 16%. En ja, dat is een opmerkelijke stijging voor zo'n bedrijf. En ik denk niet onterecht gezien het feit dat het zo degelijk is. Aras, zijn er vragen tot nu toe? Nee, dus wat dat betreft allemaal vrij duidelijk, Tom. Geen vragen. Oké, nou, dan laat ik het er hier bij. Dan ben ik er morgen weer. Ik vrees op deze locatie, want mijn elektricien heeft nog geen tijd gehad. Maar dan hoop ik iedereen morgen weer te zien. Ik weet nog niet waar het over gaat. Dat moet ik nog eventjes gaan zoeken. Iedereen bedankt voor het kijken. Aras, hij is voor jou. Ja, Tom, uiteraard wederom bedankt voor het interessante webinar en uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Overigens ook nog excuses voor een aantal keren dat Tom weggevallen is tijdens het webinar. Maar goed, mochten er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we uiteraard te bereiken middels onze FXFlat klantenservice, telefoonnummer of een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXFlat nog een prettige middag verder en tot het volgende webinar. Tot ziens.